Mevrouw Shamrock Thornhill is ernstig teleurgesteld in de houding van politie Domburg. Ze heeft er donderdag, en dat is dan Witte Donderdag geweest, aangifte gedaan bij de politie. Want een meneer die zou zich uitgeven als landmeter, die heeft zich dan niet netjes aangemeld hier bij de familie, maar is over de schutting gesprongen, schutting geforceerd en was toen bezig met zijn werkzaamheden. Toen mevrouw Shamrock hem hierover aansprak, heeft hij de dame nog bedreigd, geeft ze aan. Heeft hij haar nog bedreigd, geeft ze aan. Ze heeft er aangifte gedaan bij de politie en vandaag zou de zaak rechtgetrokken moeten worden. En met vandaag bedoel ik dan dinsdag. Zo er 23 april zou de zaak dan rechtgetrokken moeten worden. Maar nog de heer die zich uitgaf als landmeter is er geweest, ook niet de politie. Waardoor mevrouw Shamrock zich afvraagt of de politie ook voor hun is of alleen voor anderen in de gemeenschap. En daarmee bedoelt ze dan bevriende mensen van de politie. Vandaar dit vraaggesprek dan via CBN Prime Alert, waar zij zich afvraagt wat ze verder moet of welke stappen ze verder moet ondernemen wanneer de politie haar dat stukje veiligheid niet kan waarborgen. We voeren nu naar dit vraaggesprek vanuit La Recontrée te Domburg. De beelden zijn vastgelegd door Deepak Bansi. Wat is het probleem? Het probleem bij mij is, het gaat om de paal. Het gaat om de grenspaal die geplaatst moet worden volgens de landmeter Dinesh. En bij mij gaat het erom waarom ik mijn klacht heb ingediend bij de politie van Domburg. Is omdat zij op een heel verkeerde wijze op mijn grenzen zijn teruggekomen. Want zij hebben gebruik gemaakt van... Zij hebben bewezen, als het ware, dat zij de landmeter zijn op papier, dat hij beëdigd is door de president. En aan de hand van zijn stukken heeft hij gezegd dat hij het recht heeft de paal te plaatsen. Maar hoe is hij op uw erf gekomen? Hoe hij op erf is gekomen is vanuit het achterste gedeelte van het perceel. En hij heeft het hekwerk geforceerd van daaruit te gaan. En het is beschadigd en daar heeft hij een gat gemaakt. En wat ook nog zo is dat hij... Wat had hij gedaan? Ik kwam naar daar en hij vond dat ik geen recht had te praten, want hij deed zijn werk als landmeter. En hij heeft het op zo'n onbeschofte manier gedaan. Dat het werk verder gedaan moest worden en dat ik liever stil moest blijven. Hij heeft dan gezegd, mevrouw, heeft hij me ook nog bedrogen? Hij heeft me bedrogen en hij heeft gezegd van als ik geen... Want ik zei, ik heb mijn stukken bij de hand en ik heb bewijs dat dit perceel al goed is gekeurd door de GLIS en dat we zijn geregistreerd en we hebben onze beschikking aan de handen. En hij vindt dat het maar een stuk papier is als bewijs dat er... een naam op is, van wie het is, maar wat blijkt volgens hem is dat het stuk gedeelte van nummer 5, La Recontrée, open staat. En ik zei van oké, als het zo is, dan staat het open. En hij ging ervan uit, kijk, als de paal gezet wordt, dan zal ik het verder brengen, want als u me geen foto laat maken voor uw beschikking, dan zal ik de paal plaatsen. En als ik de paal heb geplaatst, dan bent u echt verboden, de paal. Je bent dan niet geschikt de paal weg te halen, want dat is strafbaar. En ik verwees hem naar de bestaande paal, want als je een paal gaat plaatsen als landmeter, en je zegt je bent bevoegd als landmeter, en je bent ook nog een ingenieur van de landmeter, dan moet je weten hoe het hoort. Je gaat je taak dan goed kunnen doen, uitvoeren, je gaat gebruik maken van de bestaande paal. Maar dat heeft hij niet gedaan, hij heeft geen gebruik gemaakt van de bestaande paal. Wat hij wilde doen is een eigen paal plaatsen. Volgens hem van de landmeter wilde hij zijn eigen grenspaal plaatsen. En hij heeft ook nog aangehaald dat die landmeters die wij geroepen hadden, die de palen voor ons hadden geplaatst en hadden goedgekeurd, dat zij boeven waren en het zijn landmeters, de heer Eliaser en Kalu, die zijn boeven en het zijn landmeters die gewoon palen plaatsen voor mensen en het niet volgens de wetten gaat. Dus ze stelen dan
plekken van, plaatsen van mensen perselen en daar plaatsen ze gewoon palen. Dat is de taak. Dat is wat Eliezer en Kalu doen. Dus zij zijn de grote boeven. Hij heeft ook nog gezegd dat hij de enige landmeter is. De enige beëdigde landmeter die werkzaam is bij Glis. Wat niet eens waar is, want hij is maar een particuliere landmeter. Heeft hij dat ook nog gezegd? Dat is ook een leugen. Een leugen is dat hij de politie heeft gezegd dat hij toestemming heeft gevraagd te komen vanuit mijn inrit om de paal te plaatsen, wat ook niet waar is. Hij heeft op zoveel manieren zitten liegen. Hij heeft ook gezegd dat de mensen hun beschikking hebben. Als bewijs moet je het me dan komen wijzen, maar hij heeft me maar een foto gewezen. Wat ik niet eens eruit kan halen dat het een beschikking is. En wat ook nog zo is, is wat had hij nog aangehaald? Hij had meerdere dingen aangehaald, maar ik heb een ding gemaakt ervan. Ik ben naar de politie gegaan en de politie zou werk gaan maken. Ze zouden dan contact opnemen met mij. Maar wat blijkt is dat er geen enkel contact is. Ik heb geen telefoon gehad van de politie van Domburg. Want ik zou een telefoontje krijgen als het zo ver was. En het is al de vrijdag. Vrijdag ben ik gegaan om mijn klacht in te dienen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en vandaag is dinsdag. En vandaag heeft de jongen de politie gebeld en gezegd dat hij hier zou zijn om de paal te plaatsen. En de politie, die het ook weet, de buurtmanager, is er ook van op de hoogte dat die man zou komen. Maar wat blijkt is dat hij mij niet heeft gebeld om mij op de hoogte te zetten dat hij nou komt, hoe laat hij komt. En hij heeft ook niet gezegd als het niet verder gaat en ook niet heeft afgemeld. Hij heeft niet afgemeld. Dat wie heeft niet afgemeld? Nog de agent, want als ik het dan moet kijken, dan werken ze samen, toch? Want als het niet zo zou zijn dat de agenten van hier Domburg, de post Domburg, politiepost, niet samen zou werken, zou dit niet gaan, zou het niet zo dingen gaan. Want ik heb ook bewijs, als die agenten komen en gaan, ik heb bewijs, ik heb ook foto's van die agenten en ik weet dat ze vrienden zijn. Vandaar dat die buurtmanager niet wil komen om zijn opdracht uit te voeren hier, want hij zou komen om op onderzoek te gaan en hij is niet eens gekomen. Dan weet ik dat het zover is toch, dat ze samenwerken en hij is niet gekomen. Wat zullen uw verdere stappen dus zijn? Als het zo ver gaat, dan wordt er rechtszaak van getrokken, want het kan niet verder. Want ze zeggen dat het nog een paar meters naar binnen moet, wat niet eens waar is. Want als je je beschikking al in handen hebt, is het dan vastgesteld dat dit perceel van jou is. Jij hebt het recht, jij bent eigenaar, want de paal is al goedgekeurd door de landmeter. Maar zij gaan door en dan laat ik het alles voor wat het is. Maar ik heb het met de heer die met een leugen op me afkomt, want hij is dan een rover als ik het zo moet bekijken, want hij is met nog twee andere heren. Hij was die dag met twee andere heren gekomen, hij was met twee jaar. En is hij gewoon voor een schutting, hij is over de schutting gegaan. En heeft hij het dan nog ook beschadigd, die draadpalen heeft hij beschadigd, is hij erover gegaan. Heeft hij ook nog gezegd dat hij het recht heeft. En de politie niets gaat kunnen doen als ik de politie ga bellen. Net. En dat is de politie van Domburg? De politie van Domburg, ja. En als burger bent u dus, neem ik aan, een beetje teleurgesteld in de houding van de politie? Ik ben helemaal teleurgesteld als politieagent dien jij stappen te ondernemen. Want het gaat om iets dat mensen bezig zijn te doen. Het is iets dat niet eens mag, het is strafbaar. En als agent ben je verplicht te komen. Want ik val ook onder de burgers. Je gaat niet kijken naar wie, met wie jij bevriend bent. Dan werk je niet. Je bent, als het ware, vies bezig met je baan en je verdient het niet dan om daar te zitten als agent, toch? De douanerecherche heeft op 16 april van dit jaar op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven te Sandrij de 45-jarige LS aangehouden. LS, die op vertrek stond naar het buitenland, werd betrapt op het smokkelen van 4 tijgertanden. Bij controle werd in een van haar reiskoffers 36 blikken poedermelk aangetroffen. De tijgertanden waren in een van de blikken poedermelk gestopt. LS is samen met het smokkelwaar overgedragen aan de politie van Sandrij. Zij werd in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na overleg met het OM moest LS een fikse boete betalen, waarna zij door de politie is heen gezonden. De tijgertanden zijn in beslag genomen.
heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals, 87-493. E-mailen kan naar tbn.primealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.